Wordt u geconfronteerd met veel inbraken hier in deze straat? Ja, redelijk veel, ja, in de omgeving. In de afgelopen maand 3 hier in de straat. En ik weet dus van meerdere in de omgeving die hetzelfde mee hebben gemaakt. Bij ons is er een poging gedaan om in te breken. De achterdeur hebben ze geprobeerd te forceren, maar dat is gelukkig niet gelukt. Het feit dat er dus heel open ingebroken wordt, vind ik wel eng. En ook voor de auto. Ik heb net een andere auto. Ik vind het wel zielig voor me als dat gebeurt. Voelt u zichzelf nog veilig hier in deze straat? Nou, niet direct. Nee, want ik hoor de afgelopen tijd van zoveel inbraken en auto's die opengebroken worden. Dus dat geeft geen veilig gevoel. Zeker geen prettig gevoel. Maar ik maak de deur voor niemand open, want ik vertrouw echt helemaal niemand meer. En sinds wanneer is dat? Nou, al een hele tijd. Want daar aan de overkant is ook al ingebroken een paar maanden geleden. Dus ik ben heel voorzichtig met alles. Vooral 's avonds en overdag ook moet je heel voorzichtig zijn. Bij de buren verderop is er een inbraak gepleegd. Daar zijn ze wel binnengekomen. En daar zijn ook een aantal laptops weggehaald. Dus, maar bij ons gelukkig nog niet. Een paar weken geleden werd er hiernaast bij de buren ingebroken. Daarnaast bij de buren. Dan heb je wel zoiets van help. Dan ben je de volgende. Maar ja goed, we hebben inderdaad hier zo'n strip en extra sloot allemaal aan de deur. Ik vind het vreselijk dat het moet. Maar ja, blijkbaar is het nodig. En nu horen we vannacht een hele vlaag van auto's die ze inbreken. Nou ja, wat moet je nu nog doen, hè? Auto's 3 gisteren. Gisteren hebben ze alle auto's, 3 auto's opengebroken en alle airbags eruit gehaald. Voelt u zichzelf nog veilig hier in deze straat? Nou, het wordt wel wat minder, ja. Want ik heb wel het idee dat je erop slaapt. Je bent 's nachts echt bij elk geluid word je wakker. En de kinderen erop attenderen, de haken erop, niks meer buiten laten staan. Ja, het is niet echt prettig. Dit zijn we niet gewend hier in deze wijk. Ik heb overal veiligheidssloten. Ik heb achterdeur heb ik zo'n metalen strip. Ik heb op de latten van de glas heb ik schroeven zitten die aan één kant maar kan draaien. Dus dat ze dat niet kunnen openmaken. En boven zitten ook overal sloten op. Dus ik zou niet weten hoe ik het verder moet beveiligen. Sloten, zoals dit. Dat is belangrijk. En dan slaan ze hem nog wel eens gauw over. Maar ja, ergens zijn er natuurlijk, houdt het een keertje op. Want je wil er geen vesting van maken natuurlijk, van je woning. Sowieso extra beveiligen, maar dat houdt natuurlijk echt een keer op. Je kan niet een hele burcht van je huis maken. De strips en alle haken er goed op en ramen dicht als je weg bent. Dat zijn allemaal van die dingen. Maar zoals je auto, ja, dat wordt wel weer wat lastiger. Bent u van plan om te gaan verhuizen hierom? Je overweegt het wel eens, maar het kan overal gebeuren. Maar deze wijk is wel de laatste periode erg in trek blijkbaar. Dus ja, het is heel vervelend. We maken al grapjes om de beurt maar gaan wachtlopen. We maken grapjes, maar dat is natuurlijk helemaal niet grappig. Want ik bedoel, je ziet hier, gisteren zag ik ook allemaal politie door de straat. En denk ik, oh jee, er is weer wat. Het geeft, als je maar wat hoort, dan hang ik uit het raam te kijken. Ja, ik zie nooit iets. Gelukkig maar, want als ik iets zie, dan zou ik me ook doodschrikken. Maar ik vind het gewoon, het is een hele, het is een leuke wijk hier. Ik vind het gewoon, ik begrijp het niet. Ik begrijp de wereld niet meer zo goed. Wordt er genoeg gehandhaafd hier in deze straat, politie en handhaving? Laatste tijd zie ik ze veel rondrijden. Maar ja, het zou leuk zijn als ze tussen 2 en 4 s'nachts. Dat zijn toch wel de tijden dat het een beetje aan de orde is. En dan zou ik zeggen van ga dan eens even de straat op. We leven in een vrije staat. Maar onderhand vraag ik me wel af, wat is die vrijheid? Op mijn fiets heb ik 5 sloten. Op de deur, voordat ik de deur uitga, doe ik alles op slot. Ik vind het echt, ik voel me niet prettig bij.